Ja, weet je wat het is? Waar ik gewoon heel erg mee zit, is dat zelfs al het meewerken aan het research gedeelte voor mij als politieagent zijnde gewoon heel spannend is. Omdat het binnen het korps gewoon best wel een beladen onderwerp is. En ja, ik vind het gewoon iets te spannend. Het zit er gewoon om ontslagen te worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik zit met een huis, een hypotheek. Ik moet zorgen voor mijn gezin. Ik durf het echt niet aan. Ja, ik ga toch eider voor mijn geld kiezen. Ik vind het toch te eng eigenlijk. En als ik dit doe, dan kan ik het wel vergeten. Ik weet gewoon waartoe ze in staat zijn. Ik weet hoe ver ze gaan bij de politie. En je wordt gewoon maximaal aangepakt als klokkenluider. En dat... Dat durf ik gewoon niet aan. En wat zij willen, dat is dat er niet naar buiten getreden wordt. En dat is wel duidelijk. Hallo. Hallo. Hey. Zo. Kom hier. Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Daar komen we er. Oké. Okay. Is het niet meer zo dat ik mensen zou adviseren om naar de politie te gaan? Ik begin bij mijn eigen gezin. Mijn zoon is 18 en ik heb hem vorig jaar verboden. Ja. Ik heb hem echt verboden. Je doet het niet. Zolang ik in leven ben, ga je niet naar de politie. Als ik zie alle verdriet, alle ellende en de trauma's die ik heb overgehouden daaraan. De slapeloze nacht inmiddels. Mijn naam is besmeurd, mijn carrière is besmeurd, maar uitgewerkt absoluut niet. Dat mogen ze wensen natuurlijk, maar ik ben absoluut niet uitgewerkt. En ik laat me ook niet uitwerken. Zeer zeker niet. Absoluut niet. Ik ben gewoon goed in mijn werk. Ik ben gewoon goed in wat ik gewoon doe. En het kritisch zijn mag geen reden zijn om jou weg te werken. Maar enkele maanden ben ik thuis, ook vanwege de situatie. En dat is niet mijn ding. Ik ben een hart en nieren politieman. Al 36 jaar aan het werk. En dat valt me zwaar. Ja. En ik zit ook hier omdat ik er niet meer in geloof. Dat er echt wat gaat veranderen. En dat komt omdat toen ik bij de politie begon in 92... er een klasje was met mensen met migratieachtergrond. Met het idee, nu gaan we er werk van maken. Dat is 30 jaar geleden. En ik denk dat er nog 1 of 2 hebben werken bij de politie daarvan. En de rest is echt pijnlijk weggegaan. En in die 25, 30 jaar heb ik gewoon echt weinig vooruitgang gezien. Dankjewel voor het brengen. Goedemorgen. Hoi. Kijk, dankjewel. Waar mag ik gaan zitten? Hier? Het begon toen ik net bij de politie was, net bij de politie kwam. Daar begon ik eigenlijk al een beetje de sfeer te proeven. Dus we waren het eigenlijk toen net aangenomen. En ik was toen eigenlijk geplaatst in een klas die eigenlijk voor 80, dan wel 90% bestond. Met collega's met een dubbele nationaliteit. En uiteindelijk, wij waren de 1033 B02 waren wij. En na 2 weken werden wij niet meer de B02 genoemd. Maar dan werden wij al heel snel de allochtone klas genoemd. En daarna weet ik nog heel goed dat we 3 maanden later werden we eigenlijk gestationeerd aan een bureau. In mijn geval was dat aan Rijswijk. En we gingen met 6 collega's, wederom met een dubbele nationaliteit, werden we daar geplaatst. En we moesten ons voorstellen, ik weet nog tijdens de briefing, en in ieder geval na de briefing moesten wij ons voorstellen. En we hebben ons voorgesteld en toen begon het al meteen met die gekke grappen van... met boeven vang je blijkbaar boeven. Dus dat is een voorstelronde, dus aangenaam kennismaken. Dus ze hebben meteen al laten zien van, hey, dit is wat we zijn, dit is hoe we over jullie denken. En welkom. Maar achter een grap zit ook wat. Daar schuilt ook heel wat. Kijk, je hebt echt collega's die echt een grap maken met gewoon de intentie van een grap. En er zijn ook gewoon collega's, en daar moeten we ook gewoon vooral eerlijk in zijn, die gewoon keihard racistisch zijn. En die gewoon eigenlijk hun racisme alleen maar middels een grap kunnen ventileren.
Binnen een jaar was ik nationaal nieuws. Dus, want toen werd ik uit de auto getrokken door mijn eigen collega's. En er werd een foto van mijn opgang op politieschool in media een oude monkey in the cage. Stel je voor onze aap in de kooi. Dat was mijn eerste politiejaar. Dus ik had een indrukwekkende vuurdoop. En we zijn nu 26 jaar later. En eigenlijk komt nu door echt het nadrukkelijke uitsluitingsgevoel. Nou, het is geen gevoel. Het zijn gewoon feiten die ik ervaar. Komt dat nu echt naar buiten bij mij? En dat is voor iemand die ooit in de krant heeft geschreven... ik laat niemand mijn jongensdroom afpakken. Nou, ik heb hem al weggegeven. Hallo. Hallo. Hoi. Welkom, welkom. Dank je wel. Hoi. Kom erin. Ik kom erin. Zo, wat mooi hier. Mooi, hè? Mijn eerste beoordeling bij de politie was een onvoldoende. En daar stonden ook leugens in. Dus ik kreeg een beoordeling, maar niet van mijn chef, maar van mijn coach. En alle punten op één na waren onvoldoende. Ik dacht, hè? Alleen uiterlijke verzorging was voldoende. Voor de rest was alles onvoldoende. Werktempo was te laag, loyaliteit was er niet. Heel gek, hè? Want dan ben je 19. En op de middelbare school was ik altijd een van de beste. Op school, in sport. En mensen vonden me altijd aardig. Dus in één keer had ik gewoon zwart op wit van je deugt niet. Dus toen ik vroeg van, hè? Waar baseer je dit op? Ik dacht, is het een grapje of zo? Ja, dat is gewoon het beeld wat ik van je heb. Beeld? Wat is er gebeurd dat ik nu zo'n... een onvoldoende krijg. Wat is er gebeurd? Wat heb ik gedaan? Dan wil ik er nog van leren. Maar ja, dat is gewoon het beeld dat ik van jou heb. Ik zeg maar, werktempo is laag. Waar blijkt dat uit? Ja, dat is gewoon het beeld dat ik van jou heb. In eerste instantie ging ik dus minder doen, omdat ik dacht, ik wil geen fouten maken. Alles wat ik doe is kennelijk niet goed, dus ik doe maar zo min mogelijk. Ik wil niet opvallen meer. Ik werd stiller. Weet je, het is gewoon, ik veranderde daar heel erg door. Ik ben toen in een andere ploeg gaan werken. Ik heb mijn best gedaan. Ik was voor de rest wel gewoon mezelf. Maar dat was gewoon een hele andere ploeg met hele andere mensen. En die waardeerden mij heel erg zoals ik was. En toen kreeg ik van hun een goede beoordeling. Dat was een collega, dat was een vrouwelijke collega. Daar heb ik ook echt jaren mee samengewerkt. Die werd toen verkracht door een collega. Ze was blijkbaar naar die collega thuis geweest. En die collega ken ik zelf ook. En die collega die staat er natuurlijk ook wel bekend om dat hij wel... continu achter de vrouwen zit en dat hij staat er wel bekend om. Dus ze is blijkbaar bij hem thuis geweest en uiteindelijk was daar iets gebeurd en dan was ze verkracht. En ik had dat gehoord, ook via en dan ook van haar natuurlijk. En je ziet wat voor verdriet het bij haar heeft gedaan en hoe het echt een leven kapot kan maken. En dan denk je bij jezelf van hoe kan dat zo zijn? Dat zulke dingen gewoon binnen de politie gebeuren. En ik had toen gezegd in mijn emotie, had ik toen gezegd van echt als ik die collega tegenkom... Dan krijgt hij echt een pak slaag van mij. Had ik niet moeten zeggen. Dom, had ik niet moeten doen, had ik niet moeten zeggen. Het was in de emotie, in mijn volle emotie was dat. Maar ik had het niet moeten zeggen. En uiteindelijk, kijk, elke consequentie die daaruit voortvloeit, die accepteer ik ook. Dus kijk, stel voor ze zegt tegen mij, je krijgt een disciplinaire straf. Of je krijgt ontslag. Wat daar ook echt uit voort zal vloeien, ik zal het accepteren, want het is heel simpel. Wie zijn billenbrand moet op de plaren zitten. Wat gebeurde er toen? Ik was 2 dagen later werd ik toen uitgenodigd op het hoofdbureau. Ik moest daar naartoe komen. Ik was aangekomen en ik zie daar mijn leidinggevende. Mijn ploegchef stond daar en hij zegt... Bilal, hij zegt, zometeen moet je naar boven toe. En hij zegt, er staat een collega op jou te wachten. Die wil met jou praten. Dus ik dacht, ik ga gewoon naar boven, ik ga de kamer in en ik ga zitten. En dan komt die collega, die komt binnen. Uiteindelijk zegt hij, dag Bilal. Hij zegt, ik ben dit, puntje, puntje, puntje. En ik ben van eergerelateerd geweld. Ik stond zo te kijken, ik dacht, eergerelateerd geweld. En dat voelde al meteen niet goed. Ik dacht van, oké, bijzonder. En toen gingen we zitten. En uiteindelijk, hij pakt gewoon een opnameapparatuur. En legt hij op tafel. Hij zegt, dit gesprek ga ik opnemen. Dat vond ik ook heel apart, heel bijzonder. Ik zit tegen hem in gesprek. Ik zeg, dit lijkt meer op een verhoor.
Wat is je afkomst? Ik zeg, ik ben Marokkaan. Oké. Okay. Hij zo, wat is je religie? Ik zeg, ik ben moslim. Hij zo, je ouders, zijn ze ook moslim? Ik zeg, ja, mijn ouders zijn ook moslim. Wat voor kleding dragen jouw zusjes? Dragen ze westerse kleding? Dragen ze traditionele islamitische kleding? Jouw familie, hoe kijkt je familie tegen Nederlanders aan? Echt serieus, het waren vragen waarvan je zegt gewoon, dit is werkelijk waar belachelijk. Maar dat was voor mij wel een schoolvoorbeeld van islamfobie. Dat was voor mij een schoolvoorbeeld dat je niet gelijk wordt behandeld als de rest. Absoluut niet. En op dat moment, ik zat daar en ze hebben mij zo'n gevoel gegeven alsof ik letterlijk een terrorist was. Letterlijk een terrorist. En ik voelde me ook gewoon een terrorist die of net een aanslag had gepleegd, of net elk moment een aanslag kon plegen. En dan dacht ik bij mezelf, belachelijk, waarom gaan jullie zo met diversiteit om? Vooral als je moslim bent, hè, dan staat er helemaal een bepaalde lading op. Dat is echt werkelijk waar, is het gewoon belachelijk. Ik heb de gekste dingen meegemaakt op straat. De vreedste dingen, de hardste dingen, de mooiste dingen. Maar ik heb ook genoeg meegemaakt binnen de politie. En ik denk dat ik die nog vervelender vond dan dingen die ik buiten de politie heb meegemaakt. Nou, kijk, als je een politieman bent, je komt lijken tegen, je komt mishandelde mensen tegen, je komt de verschrikkelijkste dingen tegen. Maar je werkplek, je werk identificeer je een beetje met jouw zijn, met jouzelf. Je bent een politieman. Dus het moet veilig zijn. En ik heb op plekken gewerkt waar dat niet zo was. Waar gewoon vervelende verhoudingen waren tussen mij bijvoorbeeld en een chef die racistische uitspraken deed. En racistische uitspraken doen, kijk, daar kan ik misschien nog wat mee. Maar iemand die het niet uitspreekt, maar het je laat voelen door jou anders te behandelen. Ja, dat maakt dat ik dan liever zou kiezen voor 10 verhangingen, zeg maar, die ik moet behandelen, dan een jaar onder zo'n chef werken. Ja, ik heb liever PTSS van iets dat er echt toe doet, weet je wel. Gewoon iets ergs wat buiten is gebeurd. Niet iemand die mij het leven zuur wil maken, omdat ik in zijn ogen anders ben of minder waardig ben. Het is gewoon zelfservice. Kijk, even kijken, de badkamer, waar is dat? Daar. Hier? Daar. Kijk. Zo. De nieuwe lichtingen die komen, hè, die komen heel onschuldig. Een aantal komen onschuldig binnen. Maar door de cultuur worden ze eigenlijk helemaal verpest. Als zij op een gegeven moment binnenkomen, kijk, ze willen uiteindelijk zijn het aspiranten, ze willen indruk maken op de hoofdagenten, agenten, hoofdagenten, inspecteuren willen ze indruk maken. En dan gaan zij analyseren hoe een agent en een hoofdagent zichzelf gedraagt. Als zij continu stelselmatig zien dat er pesterijen zijn, dat een bepaalde doelgroep wordt geterroriseerd, gepest, gedehumaniseerd, dan gaan zij dat overnemen. Dan gaan ze dat overnemen. En op een gegeven moment, heel die nieuwe lichting, ben je gewoon weer aan het verpesten. Je bent het aan het verpesten. En dan die nieuwe lichting, die moet denk ik 30, 35, 40 jaar lang meegaan. Dus dan hou je gewoon dat soort gedrag weer 30, 40 jaar lang, hou je dat gewoon in gang. Het is, ja, je moet er echt wat aan doen. Als je er niks aan doet, dan blijft het alleen maar erger worden. Ik werk dus bij een organisatie die absoluut geen pestprotocol heeft. Of een bejegeningsprotocol. Wat zijn nou de omgangsregels met elkaar? Wat is gewenst gedrag en wat is ongewenst gedrag? Dat heeft de organisatie niet op papier. Ja, laat je wat dat betreft niet wijsmaken dat het wel is. Het is niet. Ja, ze hebben her en der van die flutflyertjes. Ik noem ze maar flutflyertjes. Maar het is niet onderbouwd. Dus uitsluiting, pesten, verkeerd gedrag. Ja, als je als organisatie in je fundament daar niets mee hebt gedaan, dan creëer je al heel erg veel ruimte binnen de omgangsvormen op de werkvloer om te komen tot buitensporig gedrag. En als je het buitensporig gedrag dan ook niet bestraft, hè, zoals vandaag bijvoorbeeld naar buiten is gekomen, dat het Openbaar Ministerie een aantal agenten niet gaat vervolgen voor de onder andere racistische appjes die ze hebben gestuurd, ja, dan creëer je een klimaat waarin eigenlijk alles toegestaan is. Helemaal een leidinggevende die ook als het om pestgedrag gaat tegen het slachtoffer zegt van, joh, weet je, het is wel taai om die gasten aan te pakken die jou pesten. Maar hier is een vacature op een ander bureau. Oh, het doet me gewoon pijn dat ik het moet zeggen, maar ik heb gewoon een collega met wie ik veel spreek, die ging gewoon naar een ander bureau
omdat de leiding de pesters niet kon aanpakken. Dat is verschrikkelijk. Ik weet wel hoe ik die pesters aan zou pakken. En dan kan je wel zeggen, ja, Dwight, dan had jij maar leidinggevende moeten zijn daar om dat te doen. Ik ben dat daar niet. Maar ik vind het wel pijnlijk dat je dus als gepeste uiteindelijk weggaat en de pesters zitten daar klaar om een volgend slachtoffer te maken. Dat is gewoon bizar. Wat je ziet binnen de politiecultuur is dat ze allemaal helden zijn in het aanspreken van burgers. Maar zodra zij elkaar moeten aanspreken, dan is het ineens een brug of twee te ver. Maar dat hoort niet, dat hoort niet. Als je dapper genoeg bent om mensen op straat aan te spreken, moet je elkaar als collega ook aanspreken. De organisatie wil eigenlijk laten zien naar de buitenwereld toe. En ook naar de minister toe. Hè. Dan wil ze laten zien van, kijk eens, hey, we hebben kleur in de tent. We hebben kleur, letterlijk, we hebben kleur in de tent. Maar alleen, ja, wat we vergeten erbij te zeggen, dat we wel zeggen dat zij zich net als ons moeten gedragen. Doen ze het niet, dan pesten we ze weg. Dan maken we ze het leven zuur. Ja, dat vergeten ze erbij te zeggen. Kijk. Ja? Goedemorgen. Er zijn teams, daar ga ik morgen al werken. Dat is een fantastische sfeer, die is ook divers. Dat is... En er zijn teams, daar wil ik van mijn langzaamse leven dagen niet werken. Daar is of die verharding, of die vervorming, of daar zijn een paar informele leiders die een totaal verkeerde sfeer geven. Mensen met een migratieachtergrond of LHBTI-mensen, ja, die lopen bij ons regelmatig de deur plat met meldingen. Ik voel me niet veilig genoeg, maar ik voel me ook niet gesteund genoeg op het moment dat ik dat aankaart. Ja, en dan heb je echt een groot probleem. En dat is niet van vandaag. Het zijn geen incidenten. Je ziet het regelmatig terugkomen. De inclusie is er niet. Ik mag er niet bij horen. En soms zijn dat hele subtiele dingen. Want iedereen zit altijd op de harde dingen. Als je een verschrikkelijke opmerking maakt, dan is dat lekker duidelijk. Het is ook in die subtiele in- en uitsluitingsmechanisme. Dat op het moment dat je uiteindelijk ook in je groep zegt, joh, ik ben gay. En dat er dan gezegd wordt, een man past nog zo'n voorbeeld, die zegt, joh, jongens, jullie zullen het wel vermoed hebben, maar ik ben gay. Ik heb ook een leuke vriend, ik ga binnenkort samenwonen, ik wil dat jullie het weten. En dat de eerste mensen zeggen, nou, dan mag je ook naar de vrouwentoilet. Zo'n kleine, flauwe opmerking, terwijl iemand echt heel veel moeite neemt om in een musculine omgeving dit aan te brengen. Nou ja, dan dat is de eerste subtiele grap. En als er dan ook nog een paar gaan zitten lachen en het niet wordt gecorrigeerd, en er wordt later gezegd, als je dat is bespreken, maar ja, dat had jij moeten corrigeren, weet je wel, dat. Ja, daar zijn we met z'n allen fout bezig. En daar begint het. Daar begint de exclusie. Wat voor mij racistisch is, is voor een ander een grapje. Ik vind dat natuurlijk onzin. Maar het wordt wel zo uitgelegd. Wat voor de een grensoverschrijdend gedrag is, is voor de ander, ja, het is niet echt oké dat het gebeurt. Maar mensen moeten wel stoom af kunnen blazen. En dan zeg je wel eens een paar woorden. Ik zeg dan, kennelijk zitten die woorden al in je brein en die staan klaar om eruit te springen. Dus oké, een heel lelijk woord, weet ik veel, kankeraap of zo. Pauperallochtoon, kankeraap. Dat zit al in je brein, toch? En op het moment dat je denkt, en nu komt die ontlading, dan gooi je al die racistische shit eruit. Maar dan zat het er al. Dan denk ik, ik ben blij dat je het eruit gooit, want nu valt je masker af. Nu weet ik wat erin zit. Nu weet ik dat jij niet de echte visie, hè, zoals artikel 1, dat je niet mag discrimineren. Nu weet ik dat jij daar moeite mee hebt. Want dat zat er al in. Maar als je dat uitlegt als stoom afblazen, ja, dan kun je het moeilijk bestraffen, toch? Ja, wat is dan de straf? Kom, hallo. Binnen. Hi. Hi. Kom, kijk. Kom erin. Gelijk. Dankjewel. Fijne dag. Ja. Hi. Hoi. Hallo. Gevoel om vrij te zijn, om anders te zijn, dat is er niet. Want je moet je conformeren aan de club, want anders wordt je betrouwbaarheid in twijfel getrokken. Hoor je bij ons of hoor je bij hun? En dat is de angel. Dus hele goede netwerkers binnen de politie roepen, wij willen goede netwerkers. De hele goede netwerkers, die worden met argusogen bekeken of ze nog wel bij ons horen of niet al een beetje meer bij die ander.
als er spanningen zijn binnen de Caribische gemeenschap, ja, en de politie krijgt dat te horen, dan gaan ze met z'n allen acteren. Ja. Okay. Reactief gaan ze dan te werk. Wat wij deden, is proactief en preventief te werk gaan. Met als gevolg dat je een heel groot netwerk krijgt, een heel groot bereik. En dan ontstaat er iets heel frappants binnen de organisatie. Want dan gaat je eigen organisatie gaat naar jou kijken. En die zeggen dan van, ja, maar wacht even. Dat kan nog wel eens gedoe worden. Want die krijgt te veel invloed. Dat willen we niet hebben. En dat wordt op hoger niveau wordt dat besloten. Hè? Wordt dat ook besproken. Gedoe. Dus het verzamelwoord. Gedoe. Overwoord. En wat wij dan ook heel erg zien en meemaken, is dat er meteen ook kanttekeningen worden gezet of twijfels worden gebracht binnen jouw stukje integriteit. Ja, want dan zeg je, ja, maar is dat wel goed dat die met zoveel mensen contact heeft? Ja, staat hij nog wel aan onze kant? Je kunt het zien in de politiek. Waarin politieke partijen zeggen, als jij een dubbel paspoort hebt, waar ligt je loyaliteit? De dubbele paspoorten moeten worden afgeschaft. Je mag niet in de Tweede Kamer met een dubbel paspoort. Dat is dezelfde dynamiek. Ben je wel trouw? Waar ligt jouw eerste keus? Ben je wel trouw in dit land als het erop aankomt? Kun je 50 jaar je bloed, zweet en tranen hebben gewerkt? Dan nog wordt er gevraagd, ben jij wel te vertrouwen? Ben jij wel loyaal in dit land? Ben jij wel loyaal aan deze organisatie? Aan de ene moet duidelijk zijn, hè? We hebben met hart en ziel, ja, en zaligheid, ja, hebben gekozen voor dit, ja, prachtige vak. Hè? Ja. Want het is niet zomaar dat je het woord, je bent het. Ja. En ja. Als daar dan maar enigszins een grijntje van wantrouwen is ten opzichte van jouw optreden, terwijl jouw, ja, gewoon je baak met alles in je straalt dat uit, ja, dat is een hard gelach. Dat is echt een klap in je gezicht. Ja. Ja. Met als gevolg dat je daardoor ook zeker wel persoonlijke problemen gaat krijgen. Hè? Want, mag je er wel zijn als individu? Mag je er wel zijn als mens? Ja? En waarom worden met een ander meetinstrument naar mijn handelingen gekeken? Terwijl als ik wit was geweest, dan was ik scherp. Ja, dat doe je goed. Goh, dat is echt doortastend hoe je dat doet. Hè? Maar dan heb je een andere kleur. Of een ander gender. Of een ander geloof dan het christelijke, katholieke geloof. Ja, dan wordt er echt wel zo naar je gekeken. Ik heb natuurlijk in de loop der jaren mensen bij mij gehad die getreiterd werden, gepest werden, die slachtoffer waren van seksueel grensoverschrijdend gedrag of anderszins grensoverschrijdend gedrag. En die dan bij mij komen om advies. Ik ken zaken van mensen die eigenlijk in mijn ogen een heel goed bewijsbare zaak hadden. Waarvan ik als advocaat zou zeggen, nou, daar wil ik wel mee naar de rechter. Ik denk dat je dat gaat winnen. En mensen dan tegen mij zeggen, ja, maar ik kan dan daarna echt mijn gezicht niet meer vertonen. Ik ken ook mensen die zeggen, ja, ik doe het niet. Want als ik het win, ik zou me nooit meer veilig voelen. Ik zou altijd bang zijn voor een mes in mijn rug. En we doen nu eenmaal werk waarin je veilig voelen en blind kunnen vertrouwen op een collega toch wel echt een eerste eis is. En dat begrijp ik. Ik heb dat ook altijd gerespecteerd. Maar als advocaat wel heel pijnlijk gevonden dat iemand die eigenlijk in zijn recht staat, die zijn bewijs op orde heeft, toch de gang naar de rechter niet durft te maken. Wat mensen dus ervaren, hè, we hebben een heleboel gedoe gehad, bijvoorbeeld bij de Landelijke Eenheid, waar heel veel mensen melding hebben gedaan van allerlei vormen van misstanden. En ze zien dat veel van die melders die oprecht waren, uiteindelijk zijn weggegaan. En daar komt het veelgevleugelde gezegde, wie praat, die gaat. We zien het ook wel op andere plekken in Nederland. En deze uitdrukking, die staat ergens voor. Want dat maakt mensen wel van, oh jee, nou kan ik beter mijn mond houden. Dus dat is echt funest, hè, zo'n uitspraak.
Maar hij leeft wel onder de mensen. En dus de cultuur die daarachter zit op sommige plekken... van joh, doe nou maar niet, laat het maar gaan. We nemen het maar op de koop toe. En daar begint natuurlijk dan je organisatieverrottingsproces. Maar zolang je dat op sommige plekken hebt, dat imago, is dat dodelijk. Dat moet je niet willen. Die praat, die gaat. Nee, iemand die zijn kwetsbaarheden benoemt, die is een bruggenbouwer. Dat is een held. Dat soort woorden horen daar eigenlijk bij. Maar de harde praktijk is, en dat zien wij natuurlijk ook bij de politiebond, dat mensen regelmatig in de knel komen omdat ze hele pijnlijke dingen hebben aangekaart. Ja, we komen. Hallo. Hoi. Dankjewel voor je gastvrijheid. Welkom. Het is misgegaan toen ik in 2012 bij Team Criminele Inlichting Eenheid bij de Landelijke Eenheid kwam. Daar zijn problemen ontstaan met de teamchef. Omdat ik op een aanmerking had op de werkwijze binnen Team Criminele Inlichting Eenheid. De werkwijze, de zorgvuldigheid, de veiligheid van de informanten. Wat altijd voorop moet staan. En dat ging fout. Het aftasten, kijken of iemand ook daadwerkelijk geschikt is. Kijken of iemand zichzelf in gevaar brengt door op te gaan scheppen met een vriend dat hij met de politie praat. Dat is niet handig. Daarmee brengt hij zichzelf in de problemen. Maar ook de Team Criminele Inlichtingen brengt hij in de problemen. Er zijn informanten geliquideerd. Door onzorgvuldigheid optreden van Team Criminele Inlichting Eenheid. Eén geval in 2014, die is geliquideerd. Een hele actieve informant waarvoor ik waarschuwing had afgegeven om geen gesprek aan te gaan met die persoon, afstand te nemen. Of zorgen voor zijn veiligheid. En daar is geen waarde aan gehecht. En bij een andere informant, daar heb ik zelf een gesprek mee gehad. Ook in de ogen aangekeken. En al snel had ik door dat die informant niet geschikt was. En ik heb mijn waarschuwingen afgegeven binnen de teamleiding. En daar is ook niet naar geluisterd. En enkele maanden later is hij geliquideerd en in stukken gesneden aangetroffen in een kanaal. Daar is niet naar geluisterd. En dat doet mij nog steeds pijn, want ik voel me verantwoordelijk voor die man. Hij was niet in staat om voor zichzelf te beslissen. Dat hadden de mensen bij het Team Criminele Inlichtingen moeten doen. Maar de informatiegeilheid stond boven alles. Mijn teamchef, die ik inmiddels niet meer mijn teamchef was, die heb ik nadien een app gestuurd. Van, zie je wat er gebeurd is? En zijn reactie was, ik ben niet de schutter geweest. Ik heb niet de trekker overgehaald. Nou, tot op de dag van vandaag begrijp ik het nog steeds niet dat een teamchef zo'n opmerking maakt. Want in feite heeft hij de trekker wel overgehaald. De zorgvuldigheid ontbrak. De kritische kanttekeningen die werden aan de kant geschoven. En daar komt hij mee weg. Het probleem was dat de teamleider niet het probleem was, maar dat ik het probleem was omdat ik het aankaartte. En ik ben naar een andere afdeling verplaatst omdat ik te kritisch was. Soediman is een held. Is een buitengewoon goede politieman die nationaal en internationaal grote betekenis heeft gehad bij de aanpak van de georganiseerde misdaad. Gaat zelfs zo ver dat hij persoonlijk en zijn omgeving is bedreigd. Zo bedreigend was hij voor de georganiseerde misdaad. En in zijn heldenstatus die hij bij mij heeft, die heeft hij niet bij de werkgever. Die hij bij ons heeft, niet bij de werkgever. Soediman is een held. Een held die in mentale problemen ook terecht is gekomen, omdat hij gewoon buiten werd gesloten
Hij werd gediscrimineerd. En Suleiman is zo sterk dat hij zelfs nu een klacht heeft ingediend. En gezegd, ik pik het niet meer. Ik pik het niet meer. En de tegenreactie was, dan gaan wij je onderzoeken. Want jij hebt vast wel ergens fouten gemaakt. En ja, hij zal best wel hier en daar een opvraging hebben gedaan waarvan hij zegt, ja, maar dat heb ik gedaan omdat mijn familie werd bedreigd, heb ik extra opvragingen gedaan. En ik had geen goede werkrelatie met mijn chef. Dat ik een adres van mijn zoon, waar hij komt te wonen, dat ik dat gecheckt heb of het veilig genoeg is. Of de omgeving veilig is, of de buren. Of dat iets met vanuit het verleden, zeg maar vanuit mijn verleden, van mijn werkverleden, of daar enig verband in zit. Onder omstandigheden zou ik kunnen bevragen, ook een privébevraging zou ik kunnen doen, uit veiligheidsoverwegingen. Alleen, daar was geen enkele teamleider waarbij ik het veilig overleg neer kon leggen. En daarom heb ik dat uit eigen bewegingen gedaan. En dat is niet toegestaan. Ja, ik word als verdachte gehoord. Ik zit aan de andere kant van de tafel nu. En we gaan zien waar het op uitloopt. Dus. En dit met een man met zoveel verdiensten, die zoveel zware criminelen achter slot en grendel heeft, die de hele wereld is overgewezen op de meest moeilijke plekken namens de overheid en namens de politie. Als je die zo behandelt, vind ik verschrikkelijk. Nou, ik weet wie de lachende derde is. Dat zijn die zware criminelen die denken, fijn, je eigen organisatie neemt te grazen, want ik had het willen doen. Dat is het gevoel wat dit oproept. En is een quote van zijn collega's. Die zeggen, deze man hoort op een podium. En wat doet de werkgever? Die laat hem als een baksteen vallen. En dat, wat denk je dat dat met zijn omgeving doet? Dit is een man die veel draagvlak heeft. En waar ze tegenop kijken, die altijd klaar stond voor een ander. Nog. Ja, ik hou van mijn werk. En ik wil dat liefst met een 10 doen. Soms haal ik geen 10, doe ik een 9. In de laatste paar maanden is het nog minder geworden, want ik ben gewoon kapot gemaakt. Ik ben ook gewoon beticht door collega's van uitspraken die gewoon niet waar zijn. Die gewoon niet waar zijn. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat echt alles uit de hand is gelopen. En dat we gewoon in een serieus conflict zijn beland. Ik heb 3 senioren binnen mijn ploeg. En zij hebben mij beschuldigd van bepaalde uitspraken die ik zou hebben gedaan, die ik never nooit van mijn leven heb gedaan. En die uitspraken is heel typerend ook. Dat zijn uitspraken dat zijn eigenlijk vooroordelen die over een moslim eigenlijk al heersen. Dus waarschijnlijk hebben ze rond de tekentafel hebben ze gezeten, waarschijnlijk. En hebben ze gezegd van, wat kunnen we verzinnen wat eigenlijk geloofwaardig is? Oké, we weten allemaal, Bilal is praktiserend, dat weet iedereen, dat is geen verrassing. Laten we hem beschuldigen van een aantal uitspraken waarvan men toch al over de moslims denkt. Wat hebben ze toen verzonnen? De één senior heeft gezegd uiteindelijk van dat ik zou hebben gezegd, hè, tijdens een dienst, 1-op-1 op de auto, dat ik zou hebben gezegd dat alle homo's vies en onrein zijn. Nooit van mijn leven gezegd. En de andere senior die bedacht ineens van, nou laat ik ook maar wat gaan zeggen. Ik heb ook een keer bij Bilal gereden op de auto. En die heeft tegen mij gezegd dat alle vrouwen vies, dat alle vrouwen k-hoeren zijn. Het is een vies woord, die wil ik niet gebruiken eigenlijk, maar om duidelijkheid te scheppen doe ik het toch. En uiteindelijk, dat heb ik ook nooit gezegd. Ik kom uit een gezin, ik kom uit een vrouwengezin. Ik heb heel veel zussen en ik heb een moeder. En zij hebben altijd heel goed voor me gezorgd. En de ene senior, die heeft uiteindelijk gezegd van, ja, ik heb ook met hem gereden en hij heeft gezegd dat hij geen Nederlander is. Oké, bijzonder. Alle 3 gewoon leugens. En ik heb ook toen uiteindelijk aangegeven, want ik moest op gesprek, hè, bij de bureauchef. En ik heb toen aangegeven, ik wil bij deze een klacht indienen. Ik wil dat dit echt serieus wordt onderzocht door de afdeling integriteit en klachten. Want dit is gewoon smate laster. Ik pik dit niet, ik accepteer dit absoluut niet. Het incident waardoor ik thuis kwam te zitten, heb ik 50 minuten met een leidinggevende gesproken. En in die 50 minuten gesproken heb ik eigenlijk 45 minuten gehuild. Omdat ik niet kon geloven dat mij dit aangedaan werd. Ik heb bijkans gesmeekt om geen karaktermoord te plegen. Maar men ging volle kracht vooruit. Ongenadig hard.
En waarom de politie zo heeft geacteerd, is omdat Peres te veel draagvlak had gekregen en binnen de Caribische gemeenschap, onder andere in Rotterdam. Ja, hij was gevaarlijk. Hij was niet te sturen. En hij moest zijn plek kennen. Dus dat hebben ze misbruikt om hem buiten spel te zetten. Ook compleet buiten het Caribisch netwerk te zetten. Ze hebben gewoon achter mijn rug om hebben ze een rapport, een radicaliseringsrapport hebben ze opgemaakt. Hebben ze zo in mijn persoonlijke dossier hebben ze die geschoven. En jij vraagt jezelf maar af van als ik hierop solliciteer, als ik op deze functie solliciteer, waarom word ik niet aangenomen? Waarom word ik niet aangenomen? Tuurlijk word je niet aangenomen. Je wordt op geen enkele functie aangenomen. Want als je gaat solliciteren en ze vragen je op persoonlijke dossier op en ze zien daar een rapport van deze jongens aan het radicaliseren, dan, je komt nergens. Je komt nergens. Dat is gewoon letterlijk. Ik vind dat gewoon smaad. Ik vind dat gewoon laster. Ik vind dat gewoon eigenlijk gewoon karaktermoord. En ik vind dat gewoon carrièremoord. Letterlijk. Die vernedering. Ja, weet je, moet hem ondergaan. Om te ervaren van wat het is als je uitgesloten wordt. Als je gedisciplineerd wordt. Als de macht op je uitgeoefend wordt. Als je gekleineerd wordt. Als je verraden wordt. Hmm. Met een leugen. Ja. Ik zie dat politiemensen, het is zo mooi, maar zo'n zwaar beroep. Het is echt een zwaar beroep. Het is niet alleen zwaar, maar het is ook een hoog risico. He, dus als je in een bepaalde omgeving werkt, dan zie je politiemensen vervormen. He, dat zijn goede mensen binnengekomen met gelijkwaardigheidsprincipe. Maar als je in bepaalde wijken niet iedereen heel lang werkt, dan doet dat wat met je. Je gaat niet aan de keukentafel tegen je partner of je kinderen zeggen, nou, ik heb nou weer een knokpartij gehad, ik heb een paar klappen gehad, zeg, wat een teringlijst. En dat doe je niet, want dan trek je je gezin mee. Dus het gaat ophopen van binnen. Ja, en dan zie je mensen letterlijk veranderen, verharden. Soms discriminerende opmerkingen maken die echt niet geplaatst zijn. Nou, van de week nog dat er een politieman zei, ik word doodziek van die kutpolen. Ik zei, wat is er voor een uitspraak? Ja, ik heb nou al drie keer leggen rollen, ze zijn altijd blazen in Holland vechten. Ik zei, maar het zou ook kunnen zijn, zeg ik tegen hem, dat dit een arbeidsmigrant is die onder bizarre omstandigheden voor een laag loon moet werken en inderdaad te veel drinkt en zijn agressie naar jou uit. Maar dat wil niet zeggen dat al die polen zo zijn. En twee, misschien zit er een verhaal achter. En dan zie je politiemensen ook gelijk ontdooien. Ja, je hebt gelijk. Ze doet deze uitspraak gewoon niet. En ik vind het de werkgever zijn verantwoording. Eén, dit ten alle tijde altijd bespreekbaar. Maar twee, als je zoiets ziet, doe een mental check-up. Laat hem in een andere omgeving werken. Pas is er een mooi promotiestuk gekomen van een hoogleraar. Die heeft het helemaal uitgelopen en doorgrond. En die zegt, jullie grootste probleem is hersteltijd en het bespreken van dit soort dilemma's. Pas ook nog met een partner gesproken die zegt, ja, maar dit is mijn Joop niet meer. Ik ben ook weggegaan bij Joop. Joop de politieman. Joop is verhard. Joop was een lieve, sociale, doortastende man. En is nu een verharde, cynische man. Die opvattingen heeft, zo zijn wij niet opgegroeid. Die doet discriminerende opmerkingen. Daar wil ik ook mijn kinderen niet aan blootstellen. Kijk, er is nu een uitspraak in Rotterdam dat collega's die in een appgroep racistische uitlatingen hebben gedaan, die worden niet vervolgd. Omdat het niet openbaar is. Dus qua juridisch gezien begrijp ik hem. Maar ik vind het veel daadkrachtiger als je als politie niet het OM afwacht, maar dat je zelf zegt van, wij vinden dat dit veel te ver is gegaan. En los van dat onderzoek vind ik dat iemand die dit soort dingen zegt niet op straat het uniform kan vertegenwoordigen. Dat is misschien ook een forse uitspraak van mij. Want in boosheid kan je een hoop zeggen. Maar even serieus. Er zijn dingen gezegd die ook over mij gaan. Hè? Als je het hebt over kut Afrikanen of wat dan ook, paupervolk. Je hebt het over een groep mensen waar ik ook bij hoor. En waar je mijn kinderen ook voor aan kan zien. Ik kan me toch niet voorstellen dat iemand die dat roept zometeen mijn zoon gaat staande houden. En dan totaal niet bevooroordeeld is en denkt, nou, dat is een aardige jongen, die heeft het vast goed voor elkaar. Ik kan dat niet accepteren. En ik wil ook niet met zo'n collega een dienst draaien. Ik wil gewoon dat als ik
het bureau binnenloop, waar al artikel 1 staat, dat iedereen die ik tegenkom ook dat voelt. Ik denk dat je als korpsleider moet kijken van wacht even. Wij zijn een organisatie en we hebben een aantal fundamentele normen en waarden waar wij als politieorganisatie voor staan. Dat hoor ik altijd, hoor ik al die leidinggevenden altijd roepen. Nou, het lijkt me toch dat het meest fundamentele waar je voor staat artikel 1 grondwet is. Want anders hoef je dat niet op ieder politiebureau op te hangen. Dus als je dat op ieder politiebureau ophangt, enerzijds. Maar anderzijds, als jouw mensen er lak aan hebben en er hun reet bij afvegen en je doet dan niks. Ja, sorry, maar dan ben je toch gewoon geen knip voor de neus waard. Wat voor politieman ben je dan eigenlijk? Ik zou denk ik gewoon steviger optreden willen tegen discriminatie intern. Bijvoorbeeld, we hebben etnisch profileren. We zeggen met z'n allen als organisatie, etnisch profileren is een dingetje. We hebben een paar rotte appels. Dus buiten zegt, etnisch profileren is structureel. Binnen zeggen we, nee, het zijn een paar rotte appels. Maar er is nog nooit iemand voor ontslagen. Dus die rotte appels, die houden we. De beeldvorming is nu dat de politie zijn eigen mensen die zich racistisch uitlaten in bescherming neemt, afdekt. Die agent die roept haal die kutneger van me af, die is gewoon nog in dienst. Mensen die in die appgroepjes zitten waar racistische taal worden uitgeslagen, zijn allemaal nog in dienst. Het is niet zo dat die zijn ontslagen. En dat begint te wringen. Ik denk ook dat de gemiddelde burger denkt, ja, maar hoor eens even, wat voor een rare club is dat eigenlijk? En ik kan je niet zeggen hoeveel appgroepen er nog meer zijn waarin dit gezegd wordt, of dat het gewoon fysiek gewoon zo geroepen wordt in de ruimte. Maar de collega's die ik ken uit Rotterdam, die zeggen, ja, dit is nog niks. En de collega's die ik vraag van, joh, maar waarom bespreek je dat dan niet met de leiding? Die zeggen, ja, ik kijk wel uit. Zelfs nu nog. Er zijn collega's die ik echt hoog heb zitten en ik vind het jammer dat ze er niet een punt van maken. Maar er zijn genoeg collega's, ook met wie ik bevriend ben, die in Rotterdam werken en die zeggen, ja, kijk naar wat met die is gebeurd die erover heeft gesproken. Wat is er met die andere gebeurd die erover heeft gesproken? Die is weg, die is weg, die is weg. Ik ga niks zeggen. Daarnaast de collega's, die zijn er ook niet als het te lastig wordt. En het is ieder voor zichzelf. Als je in een probleem zit, dan ja, is maar een enkeling die opstaat en die zegt, joh, wat hier gebeurt, dat is onrecht. Terwijl in feite heel veel collega's meer in de verdrukking zitten en die graag hun verhaal zouden willen doen. En alleen die durven het niet te doen. Vanwege de represailles die vanuit de leiding volgen. Het gevoel van onveiligheid binnen de blauwe familie, wat ik nu heb, het is onbeschrijfelijk. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Dus dat giert gewoon door je hele lichaam. Ja. Ik heb 3 jaar. Als je de cultuur wil veranderen, moet je niet voortdurend bang zijn om de collega's, de politiemensen die de oude cultuur dragen, om die te schofferen, om die in de houding te zetten of die eventueel te verliezen in het voordeel van de veranderende organisatie of een nieuwe organisatie met nieuwe mensen en een nieuwe cultuur die beter aansluit bij buiten. En die bereidheid is er niet. Er is voortdurend is er een bescherming, is het willen behouden van die mensen die ook heel veel hebben bijgedragen aan de organisatie, ten koste van die verandering. Iedere keer als jij de pijnpunten of de verbeterpunten of de adviespunten aankaart, wordt er niks mee gedaan. Dan word je niet serieus genomen, want je bent emotioneel. Op het moment dat ik ben niet de enige, het meerdere zijn, moet dat voor jou een signaal zijn als organisatie. Wacht even. Er is iets aan de hand, er is iets fundamenteels aan de hand. Dus dan moet iets gaan veranderen. Linksom, rechtsom, boven, beneden. Het inzicht, je moet. De organisatie is er niet klaar voor om diversiteit aan te nemen. Heel simpel. Ik zou stop maar alvast met het aannemen van diversiteit. Ik zou zorgen maar eerst voor dat de diversiteit die je nu hebt, dat je die behoudt.
dat jij eerst gaat vragen aan de diversiteit die je nu binnenboord hebt, van wat vinden jullie van de politie? Wat kan de politie beter doen? Voel je je veilig binnen de organisatie? Vraag het eerst. En als zij allemaal zeggen, of de grootste gedeelte zegt van ja, ik voel me veilig binnen de organisatie is er helemaal klaar voor om diversiteit aan te nemen, begin dan met werven. Tot die tijd, is het gewoon geldverspilling. Mensen werken hard voor hun cent en jullie blazen het op. Het zijn allemaal belastingcenten die jullie gewoon eigenlijk overboord gooien, voor niks. Wij zouden nou net de organisatie moeten zijn die het goede voorbeeld geeft in dit land en wij zouden dit soort excessen moeten handhaven. Daar moeten wij in optreden. Hoezo gaan wij dat zelf doen? Wat voor beeld geef je af? Dus als je een soort van trotsgevoel zou kunnen creëren over inclusief optreden, over niet-discriminatoire optreden. Als je zou kunnen zeggen, wij zijn cool, want wij verwelkomen iedereen en we beoordelen je op je gedrag en niet op je afkomst. Ik vind het onbegrijpelijk dat de politie niet zegt, wij willen niet geassocieerd worden met schendingen van artikel 1 grondwet. Gewoon niet. No go. Inclusie, elkaar respecteren, maar ook van elkaar leren. En dat de meerwaarde van diversiteit, daar gaan we Nederland veiliger mee maken. De helden zijn de mensen die bruggen slaan. Dat zijn niet de mensen die polariseren. Ik zie gewoon te veel dat de polarisatie buiten naar binnen aan het slaan is bij de politie. En dat is gewoon hartstikke slecht. Daar moeten we mee kappen. Daar moet je bovenop zitten. Een politiewerk is echt fantastisch werk. Het is supermooi. Maar ja, de politie heeft geen concurrentie. Je kan het alleen maar bij deze organisatie doen. Ja, dus ik kan dat werk niet meer doen. Ja, nu ga ik de politie achter me laten. Precies over een... hoeveelste is het vandaag? Anderhalve week. Ja, dan lever ik mijn spullen in. Mijn naam is besmeurd, mijn carrière is besmeurd, maar uitgewerkt absoluut niet. Dat mogen ze wensen natuurlijk, maar ik ben absoluut niet uitgewerkt. En ik laat me ook niet uitwerken. Zeer zeker niet. Absoluut niet. Zou je nog wat terug willen? Op dit moment is dat heel moeilijk. Ik heb er eigenlijk geen trek in. Ik ben er ook een beetje klaar mee. Dus ik weet niet of er ook een weg terug zal zijn. Hè? Ik bedoel, even los van het feit dat ik het zelf wil. Dat weet ik niet. Wil je nog wel terug? Nee.